Sharon Brinkemper van de Boer- en Burgerpartij is fractielid van de BBP Midden-Groningen en tevens raadslid van de gemeenteraad van Midden-Groningen. Ze heeft namens haar partij vragen gesteld aan het college in verband met de Global Goals. Midden-Groningen is sinds 2021 een Global Goal gemeente. In die vragen die zijn opgesteld kwam naar voren dat de partij zich afvraagt in hoeverre de gemeente deze doelen zelf kan behalen. Of er vanuit het Rijk en de provincie ook wordt meegedacht in hoe deze doelen het best behaald kunnen worden. 2021 is Midden-Groningen als gemeente Global Goal gemeente geworden. Had je dat toen al door? Nee, want op dat moment had ik een beetje een rustpauze vanuit de politiek. Dus heel erg bewust ben ik me er niet van geweest. En volgens mij is dat er bij de duurzaamheidsvisie die aangenomen werd eigenlijk ook een beetje stiekem ingeslopen. Ze worden daar SDG's genoemd. En het is een heel klein onderdeeltje van de duurzaamheidsvisie. En ik vraag me af of iedereen door heeft gehad dat we daarmee akkoord gegaan zijn tot het worden van een Global Goals gemeente. Ja, zou je onze kijkers kunnen uitleggen, wat is dat een Global Goal gemeente? Ja, je hebt de Global Goals, dat over de hele wereld. Dat zijn 17 doelen. En die zijn door de VNG, als ik me niet vergis, zijn omgezet in doelen voor gemeentes. Dan heten ze SDG's. En dat zijn eigenlijk doelen op het gebied van duurzaamheid, het bestrijden van armoede, een betaalbare energie voor iedereen. Ik weet niet exact de benamingen, maar het komt neer op een goede leefomgeving, genoeg biodiversiteit. Allemaal dat soort onderwerpen. Eigenlijk beloof je dat je dan als gemeente zorgt dat je zelfs geen armoede meer hebt in 2030. Want het is allemaal gericht op 2030. En dat is nogal een mooi, maar heel nobel streven. En heel moeilijk te haalbaar. Heel moeilijk haalbaar, denk ik. 0% armoede. Ja, dan ben jij van de Boer- en Burgerpartij. Kortom, agrarisch onder andere. Ja. Duurzaam voedsel verbouwen. Stikstofbeleid is er eentje van. Dus dat moet jullie aanspreken. Absoluut. En wat ik me ook afvraag, hoe jij wil zorgen dat er duurzame landbouw plaatsvindt. Als je met het huidige stikstofbeleid krijgen boeren geen leningen meer van banken. Dus zij kunnen niet investeren in duurzame maatregelen. Waardoor eigenlijk die duurzame landbouw steeds verder van je afkomt in plaats van dat het dichterbij komt. Want ze krijgen gewoon geen mogelijkheden meer om te investeren op die manier. Dus dat is al één ding waarvan ik denk, zo is het niet haalbaar, zo'n Global Goal. Ja, we zitten nu in 2022. Vervolgens gaat jullie partij vragen stellen aan het college. Wat waren exact die vragen? Even samenvattend. In eerste instantie hadden we er 56 gesteld. En toen hebben we die een beetje ingekort, omdat dat wel heel erg veel vragen waren. Ze komen er in het kort op neer dat wij ons afvragen wat de verplichtingen van de gemeente zijn nu je een Global Goals gemeente bent. Welke verplichtingen dat met zich meebrengt. Of dat extra kosten met zich meebrengt. Want die kosten worden allemaal betaald door onze inwoners. Maar ook een hele belangrijke, of er verplichtingen vanuit het Rijk zijn richting de Global Goals gemeente. Nou, jullie zijn geattendeerd ook door een derde, begreep ik, op het feit dat die Global Goal situatie er is. Door iemand van onze partij die geen raadslid is, maar wel bij onze partij hoort. Ja, vervolgens ga je er dan met elkaar over in discussie intern. Jongens, wat moeten wij daarmee? En dan wil je uiteindelijk toch die vragen stellen. Het zijn veel vragen. Wat wil je ermee bereiken eigenlijk? Dat zijn verschillende kansen. Ten eerste wil ik dus inderdaad weten welke verplichtingen wij zijn aangegaan. Omdat, stel dat je verplichtingen aangaat die wij nu niet kunnen halen. De energiekosten zijn heel hoog. De boodschappen zijn niet te betalen. Ik zie geen 0% armoede voor me in 2030, hoe graag ik dat ook zou willen. Zijn daar gevolgen aan? Zijn er consequenties als je als gemeente die doelen niet haalt die je wel beloofd hebt? Want dan moet je je eens achter de oren krabben. Wil ik wel een Global Goal gemeente zijn als er onhaalbare doelen zijn? Aan de andere kant hoop ik eigenlijk dat het Rijk verplicht is naar de gemeente toe om mee te werken aan het behalen van die doelen. Mm-hmm. En als dat zo is, dat zij echt die verplichting hebben, dan betekent dat zij niet zulke hoge energiekosten mogen realiseren. Dat ze niet mogen zorgen dat het zo duur is om te tanken, dat de boodschappen zo duur zijn. Dan moeten zij meewerken om die armoede te bestrijden. En dat wordt in mijn beleving momenteel eerder tegengewerkt dan meegewerkt. Nou, proef je daar ook een klein beetje uit dat jullie eigenlijk stellen dat het niet haalbaar is om in 2030 zo'n gemeente te zijn? Ja, op dit moment zie ik dat totaal niet voor me hoe dat haalbaar moet zijn. Nee. Nee. Nou, heb je die vragen gesteld. Uiteindelijk wil je denk ik dan die discussie voeren of eigenlijk Midden-Groningen wel of niet zo'n gemeente zou moeten zijn, een Global Goal gemeente. Ja, dat klopt.
als uiteindelijk blijkt dat er geen verplichtingen zijn, bijvoorbeeld vanuit de gemeente of vanuit het Rijk, dan is het eigenlijk een hele grote wassenneus dat je een global coal gemeente bent. En als het dan wel geld kost, omdat je probeert iets te halen wat misschien helemaal niet bereikbaar is, maar het levert je op geen enkele manier iets op, ja, dan vraag ik me af of je dat moet willen. Ik hou ook niet van wassenneuspolitiek. Ik wil graag gewoon echte dingen doen, echte dingen betekenen en niet alleen maar in de ruimte praten zonder dat je daadwerkelijk wat bereikt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel thema's die binnen dat verhaal spelen. Het is echt heel erg breed. Ja. Wat waren nou voor jullie de opvallendste dingen dat je zegt van, er gebeurt eigenlijk helemaal niks mee? Nou, in zoverre, armoede doet onze gemeente heel veel voor om dat te bestrijden. Alleen ik denk dat het allemaal heel zinloos is, omdat mensen alleen maar armer lijken te worden in plaats van dat er minder armoede komt. Dus dat is één punt wat mij heel erg aan het hart gaat. Dus dat is ook iets wat bij mijn portefeuille hoort. Er stond bijvoorbeeld ook in dat energie betaalbaar moet zijn voor iedereen. Nou, ik denk dat iedereen die dit hoort heel erg hard gaat lachen. Want energie is voor bijna niemand meer betaalbaar momenteel. Ja. Nou, en hetzelfde geldt natuurlijk wat ons heel erg aan het hart gaat, is inderdaad die duurzame landbouw. Ook dat is een ver van mijn bedshow. Zolang de boeren geen leningen kunnen krijgen om verder te gaan met innoveren, waar ze al zo heel erg goed mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren. Ja, dan even over dat armoedebeleid. Vrijdagmorgen hijst wethouder Nieland. De vlag in het kader van armoedebestrijding en natuurlijk ook weer een onderdeel van die Global Goals. Hoe zie jij dat? Wat vind je daarvan? Ja, het voelt voor mij een beetje, maar misschien zie ik het verkeerd, als een trap tegen het zere been of zo. Iedereen wordt alleen maar armer. Mensen hebben steeds meer moeite om rond te komen. En dan gaat een wethouder een vlag hijsen in het teken van de armoedebestrijding. Het levert mensen die moeite hebben om hun boodschappen te betalen helemaal niks op dat je zo'n vlag hijst. Ik hou meer van daadkracht dan een of ander symbool wat, ja, volgens mij vooralsnog een beetje een wassenneus is. Nou, vragen gesteld nu aan het college. Nog even terug naar die verwachting. Uiteindelijk komen daar antwoorden op van het college. Wil je dat dan verder eigenlijk nog breder bespreekbaar maken in de gemeenteraad? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van de antwoorden af wat ik ermee wil en kan doen. Wat ik eigenlijk heel, heel erg graag zou willen, maar ik weet niet of dat haalbaar is, is dat je als hele raad, zonder dat je dat politiek maakt, de strijd aangaat tegen Den Haag. Van Den Haag, waar zijn jullie nou mee bezig? Wij kunnen geen armoede bestrijden. We kunnen niet zorgen dat mensen betaalbare energie hebben. Dat we duurzame landbouw hebben. Als jullie dit beleid doorzetten. En het allermooiste zou ik vinden, als je dat niet alleen met de raadsleden hier doet, als je op de een of andere manier met alle gemeenteraadsleden van heel Nederland kunt zeggen van tot hier en niet verder. Maar vooralsnog heb ik geen idee hoe ik dat moet bereiken. Maar ik zou het wel graag willen. Ja. En dan nog even over die rol van het Rijk in de provincie. Hè? Want eigenlijk is het een beetje, gooi het maar weer over de schutting. Dat proef ik een beetje bij jou. Ja. En de gemeente doet er iets mee. En het staat heel stoer op je cv. Hè? Global Goal gemeente. Maar mist een beetje die rol van het Rijk en de provincie om actief met die gemeente samen te werken om dit te bereiken? Ja, absoluut, vind ik wel heel erg. Het begon al een aantal jaar geleden natuurlijk met de jeugdzorg die over de schutting werd gegooid. Zonder daar voldoende financiën bij te verstrekken. Als gemeente komt het er nu op neer dat je probeert van alles te bereiken en er zijn echt hele mooie ideeën, maar je overal te weinig geld voor hebt. Of het vanuit het Rijk er maatregelen genomen worden waardoor je heel erg hard aan het vechten bent tegen de bierkaai. En ik denk dat het Rijk daar veel meer rekening mee moet houden. Nu heb je als gemeente of als raadslid eigenlijk het idee dat je helemaal niks kunt. Dat je een beetje voor de lol aan het politiek aan het uitvoeren bent. Zonder dat je daadwerkelijk iets kunt bereiken omdat je aan handen gebonden bent. Ja, wanneer verwacht je hier antwoorden op? Volgens mij hebben ze 6 weken, want het zijn geen technische vragen. Sommige zijn wel technisch, maar ze worden natuurlijk niet zo gezien. Dus ik denk 6 weken en ik vermoed dat die tijd er ook wel voor genomen wordt. Ja.